En niet alleen aan de grens zijn er controles. De politie is er ook maar druk mee in de rest van ons land. Op verschillende plekken zijn boetes uitgedeeld omdat de coronamaatregelen worden genegeerd. Maar als het enigszins kan, dan proberen agenten het eerst op te lossen met een goed gesprek. We hebben nu een melding gekregen van een samenscholing jeugd. Anderhalve meter afstand houden en niet met groepen bij elkaar komen. Ronald Hoek, agent in Noordwijk, kan dat mantra inmiddels dromen. Hey jongens, hoe is die? Deze vier jongens zijn met te veel en staan te dicht op elkaar. Er spelen daar ook kinderen, je gebruikt hier softdrugs. Dat is gewoon, sowieso is dat niet de bedoeling, maar nu is het helemaal niet de bedoeling. Begrijp je dat? Snap je dat? Ja. Jullie gaan nu gewoon lekker naar huis en willen jullie je niet meer zien. Ja? Dit geldt wel als een waarschuwing, hè? En dat is nog mazzel. Hoek had zijn boetes tot €390 mogen geven. Dat overkwam ook al 1400 mensen de afgelopen weken. Maar veel liever gaan agenten het gesprek aan. Wij schrijven die bekeuringen echt alleen maar uit als het echt nodig is. En als wij echt met mensen te maken krijgen waarbij het gesprek niet meer het juiste middel is om de boodschap over te brengen. Op straat zijn agenten steeds bezig met inschatten wie wij van elkaar zijn. Maken ze deel uit van één huishouden? Want dan mag het, hè? Of niet. Dus wat we zien, soms mensen op een scootertje rondrijden, gezellig bij elkaar op de buddy seat. Ja, daar zetten we soms motorrijders op in om die mensen even attent te maken op wat de regels zijn. Hier zou je kunnen zeggen, ja, het is een groep, maar ze zitten wel keurig netjes uit elkaar. Wat is nu de reden waarom jullie hier buiten zijn op straat ijs aan het eten? Ja, lekker weer. Ja. En hebben thuis zitten wel een beetje zat. En toch zeggen we, ja, blijf liever thuis. Ja, dat is waar. Ja. Mooie weer wint het soms van het verstand misschien. Ja. Ja. Daarom maakt Hoek zich ook zorgen over het aankomende paasweekend. Een beetje wel, ja. Want de weersvoorspellingen die worden toch steeds beter. En als ik ga kijken naar afgelopen weekend, zagen we echt grote groepen fietsers, motorrijders. Ja, dat is wel mijn vraag. Doe dat dit weekend niet. Hou echt rekening met elkaar. En iedereen die dat niet doet, kan zomaar hem of een van zijn collega's tegenkomen.